Hoi mensen en welkom terug bij een van mijn filmpjes. Vandaag heb ik een kleine shoplog voor jullie. Namelijk een beauty shoplog, want ik ben net naar de Kruidvat geweest. En ik ging er eigenlijk alleen naartoe voor foundation. Ja, en dat ging een beetje mis. Dus ik ben hier vandaag voor jullie met een shoplog. En het is wel een kleine, maar ik dacht jullie vinden het vast wel leuk om te zien. Dus laten we beginnen. Als eerste heb ik dan natuurlijk de foundation gehaald waar ik voor ging. En dit is de Catrice All Matte Plus Shine Control Makeup in 010 Light Beige. En deze heb ik altijd, zoals jullie ook zagen, in mijn favoriete filmpjes en zo. Dit is echt mijn all-time favorite. En hij was op, dus die moest ik halen. En ja, ik heb er maar twee meegenomen, omdat ik deze toch altijd gebruik. En dan kan ik deze even wegleggen voor als deze weer op is. De foundations zijn helemaal niet zo duur, ze zijn 6,60. Dus het is best wel een budget foundation en je doet er ook best wel lang mee. En het geeft echt een fijne cover dus. Dan als tweede heb ik een lipstift meegenomen. Deze is van Essence 12 Blush My Lips. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb hem nu op. Ik vind hem heel erg mooi. Het is echt een beetje bosbessen kleurtje. Frambozen kleurtje. Super mooi. En deze lippenstift was €2,99. Dan de rest wat in het tasje zit zijn allemaal nagellakjes. Ik heb mezelf een beetje weer laten gaan. Ik heb echt een tik voor nagellakjes. Als ik ze zie in de opruiming zoals nu, moet ik er gewoon een paar meenemen. En dat heb ik dus gedaan. Als eerst heb ik 4 Essence nagellakjes. Want het waren nu 2 voor €3. Dus heb ik er 4 meegenomen. En als eerst heb ik deze meegenomen. Het is echt een knalgroene kleur. Echt een gifgroen kleurtje. En het lijkt een beetje op wat ik nu op mijn nagels heb. Nou, dit is dan blauw natuurlijk. Dit is kobaltblauw, maar dit is hetzelfde idee alleen dan het groen. Echt een knalkleur. En ik dacht dat die ook wel vet is bij mijn haar als ik hem dan op mijn nagels heb. En dit is nummer 170. Bios de Brazil. Prachtige uitspraak, al zeg ik het zelf. Dan als tweede heb ik de 175 Be Berry Now meegenomen. Super mooie bosbessen kleur. Lijkt heel erg op die van de lipstift. Zoals je kan zien zit het niet heel ver van elkaar vandaan. De lipstift is alleen wat lichter. Maar dit is iets meer donkerpaars. Super mooie kleur. Dus die heb ik ook meegenomen. Als eerste die mijn blik ving was de 23 Million Dollar Babe. Dit is zo mooi. Ik ben zo benieuwd om hem te gaan gebruiken. Ik hoop dat hij zo mooi is als in het flesje. Het is een beetje witte substantie met zilver en witte glittertjes erin. En er zit een paramourglans overheen. Super mooi. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het gewoon een hele mooie kleur. Dan als laatste van de Essence nagellakjes heb ik deze meegenomen. Dit is de 101 Dalmatians. Staat trouwens op de dop bij de glitters. Ik weet niet of ik deze had gezet. Maar dit is de Jewel Effect die ik als laatste liet zien. Maar in ieder geval, deze heb ik ook meegenomen. Het kwam vooral door de witte rondjes die erin zaten, want die spraken mij het meest aan. En volgens mij zijn dit matte glitters en er zitten nog hele kleine zilveren glanzende glittertjes in. Ja, ik weet niet. Hij was apart, dus ik dacht ik neem hem mee. Lijkt me leuk om uit te proberen. Als laatste heb ik 2 nagellakjes meegenomen van Catrice. En dit zijn toch wel fijnere nagellakjes dan Essence, vind ik. Ze blijven langer zitten. En deze waren dus nu 2 voor €5. En als eerste heb ik deze meegenomen. Weer een paramour. Ik weet niet waarom, het spreekt me echt heel erg aan. Dit is 55 Get the Blues. En als je hem stilhoudt zonder licht is die grijs. Maar met licht komt er een paars, groen, blauw gegloed overheen. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon super vet. Een soort van multicolor in een potje. En dan als laatste heb ik echt een felroze kleur meegenomen. Dit is 27 The Pinky and the Brain. En ik vind het gewoon een hele mooie roze, harde kleur. Ook leuk voor in de zomer. Nou, dat was alles wat ik heb gekocht. Het was niet zo heel veel zoals ik had gezegd. Maar hopelijk vond je het alsnog leuk om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van wat ik doe. En wanneer ik weer een filmpje upload. En hopelijk zie ik jullie weer in mijn volgende video.